Het was hartje winter. Sneeuwvlokken vielen als veren uit de hemel. En in het venster zat koningin te borduren. Het venster, zwarte ebbenhout, was dik, stevig. En terwijl de koningin aan het borduren was, zag ze de sneeuwvlokken buiten langzaam neerdalen. Ze lette even niet op en prikte in haar vinger. En een paar druppels bloed vielen op het sneeuw. Ach, dacht de koningin, had ik nu maar een kindje. Zo wit als sneeuw, met lippen, zo rood als bloed en haren zo zwart als dat van ebbenhout. Ach, wat zou ik dan gelukkig zijn. En niet lang daarna kreeg de koningin een kindje. Een meisje, wit als sneeuw, haar lippen rood als bloed en haar haren zo zwart als ebbenhout. Ze kon alleen nog maar Sneeuwwitje heten. Vlak daarna stierf de koningin. De koning rouwde een heel jaar lang en trouwde toen opnieuw. Hij trouwde met een vrouw die prachtig eruit zag. Maar ze was ook jaloers. Zij kon het echt niet verdragen als iemand anders mooier was dan haar. Elke dag keek ze in haar eigen toverspiegel en vroeg ze: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is er het mooiste in het land? En dan antwoordde de spiegel: de koningin. De koningin is het mooiste van het land. En met een tevreden lach op haar gezicht begon ze de dag. Sneeuwwitje groeide inmiddels op en was een meisje van een jaar of 8. En met elke dag werd ze mooier en mooier. En op het moment dat ze 9 jaar werd en de koningin weer aan de spiegel vroeg: spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land? Antwoordde de spiegel ineens: o koningin, heel mooi bent u, maar Sneeuwwitje is 1000 maal mooier nu. De koningin werd wit van woede. Hoe kon dat kleine rotkind haar dat afnemen? Ze werd groen en geel van jaloezie. In haar hart ontkiemde een heel klein boos plannetje. En elke dag daarna, als ze weer het aan de spiegel vroeg en hij weer hetzelfde antwoordde, groeide dat plannetje en groeide totdat het bij haar mond kwam. Ze riep de jager bij zich en zei: jager, neem Sneeuwwitje mee in het bos. En zodra je ver genoeg bent van het kasteel, dood je haar. Je neemt haar hart mee terug als bewijs dat je het gedaan hebt. Dat vond de jager geen leuke opdracht. Maar hij kon het de koningin ook niet weigeren. En daar ging hij, samen met Sneeuwwitje, diep het bos in. Diep in het bos aangekomen, greep de jager zijn mes. Toen Sneeuwwitje dat zag, wist ze eigenlijk gelijk wat er ging gebeuren. Och, lieve jager. Ze viel op haar knietjes. Och, lieve jager. Laat me toch leven. Ik zal zelf het bos verder ingaan. En ik zal nooit meer terugkomen, ik beloof het. Maar toe. Ja, wat kon de jager? Zo'n lief arm klein meisje.
Hij kon het echt niet over zijn hart verkrijgen. Ga dan. Ga dan het bos in en laat je nooit meer zien. En in zijn achterhoofd dacht hij, de wilde dieren zullen haar toch wel te pakken nemen. Die blijft niet lang meer leven. En terwijl hij terugging, schoot hij een hert, sneed daar het hart uit en bracht dat aan de koningin. Ach, wat moest Sneeuwwitje. Steeds dieper en dieper trok ze het bos in. De doornenstruiken scheurden haar kleren. De bomen leken haar wel te willen grijpen met hun takken. Maar alle wilde dieren liepen langs haar heen en deden haar helemaal niets. 'S Avonds was ze moe, uitgeput, koud. Ach, wat moet ik toch, dacht ze. En toen ineens, daar tussen de bomen, is dat nou een huisje? Ja, verdraaid, het is een huisje. Snel loopt ze erop af, maar het is klein. Ze past maar net door de deur. En als ze binnenkomt, ziet ze dat alles voor hele kleine kinderen gemaakt lijkt te zijn. De tafel is netjes gedekt met een mooi wit laken, 7 bordjes. En naast de 7 bordjes liggen 7 mesjes, 7 vorkjes, 7 lepeltjes. En er staan 7 bekers bij. En in alle bekers zit een beetje melk. En op alle bordjes ligt groente en aardappelen. Dat ruikt lekker. Zal ik het doen? Sneeuwwitje loopt naar het eerste bordje. Neemt een klein hapje van de groente. Bij het tweede bordje neemt ze een stukje brood. Bij het derde bordje neemt ze een slokje melk. En zo gaat ze alle bordjes af. Oh, wat ben ik moe. Gelukkig staan er ook 7 bedjes. Ja. Het ene is te klein, het andere is te groot. Uiteindelijk gaat ze in het 7e bedje liggen. Als ze haar ogen dicht doet, valt ze direct in slaap. Toen het helemaal donker is geworden, gaat de deur weer open. Daar komen ze binnen. 7 kleine mannetjes. 7 dwergen. Ze hakken eigenlijk overdag alleen in de bergen om diamanten te verzamelen. En als ze thuiskomen, hey, dat is raar. Wie heeft er op mijn stoeltje gezeten? Wie heeft er van mijn bordje gegeten? Wie heeft mijn broodje genomen? Wie heeft mijn melk opgedronken? En dan horen ze het vanuit de slaapkamer zachtjes gesnurk. Voorzichtig sluipen ze met z'n 7e naar binnen. Hey. Ach, wat een lief meisje is dat. Wat moeten we? Laten we er maar laten, gewoon laten slapen. Morgenochtend kijken we wel verder. Nou ja, zegt 7e dwergje, waar moet ik dan slapen? En hij mag bij iedereen 1 uurtje van de nacht slapen. En zo wordt het morgen. 'S Morgens wordt Sneeuwwitje wakker. En als ze de 7 dwergen ziet, schrikt ze. Maar zij stellen haar gelukkig al snel gerust. Hoe heet je?
Ik ben Sneeuwwitje, antwoordt ze. Hoe kom je dan hier bij ons in huis? En dan vertelt ze het hele verhaal. Hoe ze door de jager mee het bos in is genomen. En hij haar eigenlijk had moeten vermoorden. Van haar stiefmoeder, de koningin. Nou ja, zeggen de dwergen. Die is zo ver weg. Die komt hier nooit. Als jij hier in het huis alles op orde houdt. Voor ons kookt, schoonmaakt, de tafel dekt, de bedden opmaakt. Dan zorgen we ervoor dat jou niets overkomt en dat je ook niets tekort komt. En zo spreken ze dat af. Niet lang daarna staat de koningin weer voor haar spiegel. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de mooiste van het land? En dan antwoordt de spiegel ineens. Och koningin, heel mooi bent u. Maar Sneeuwwitje, over de bergen, in het huis van de zeven dwergen, is duizendmaal mooier dan u. Wat? Hoe kan dat? De jager heeft gelogen. Ineens weet ze het. Hoe kon hij zo vals zijn? Maar de koningin zint op wraak. Wat moet ze doen? Ze verdwijnt naar de kelder waar ze al haar eigen spullen bewaart. En daar in de kelder brouwt ze een toverdrank. En één appel pakt ze bij het steeltje beet en laat ze voorzichtig in de toverdrank. Als die opgedroogd is, is het een mooie, rode, glanzende appel geworden. Maar wel eentje waar je dood van gaat. De koningin trekt oude kleren aan, maakt haar gezicht vies en vertrekt door het bos richting de dwergen. Sneeuwwitje is 's morgens het paadje voor het huis aan het vegen. Als er ineens een oude vrouw langskomt. Dag meisje, mag ik hier misschien heel even uitrusten van de reis? Natuurlijk, komt u gerust even zitten, zegt Sneeuwwitje tegen haar. Ze pakt van binnen gauw een kussentje en legt dat op het bankje. Ach, wat een lief meisje ben jij toch. Wilt u misschien wat drinken? Vraagt Sneeuwwitje. Nee, zegt het vrouwtje. Ik moet nog naar de markt in de stad, hier ver vandaan. Maar fijn dat ik hier even mocht zitten. Mag ik jou deze appel geven als dank dat je zo aardig bent? Oh, lekker. Ik hou van appels, zegt Sneeuwwitje. En als ze een hap neemt, begint het oude vrouwtje keihard te lachen. En Sneeuwwitje? Sneeuwwitje valt voor dood op het paadje. Eindelijk is het gelukt. En de koningin vertrekt weer naar het kasteel. De dwergen weten niet wat ze zien als ze thuiskomen. Sneeuwwitje, hun Sneeuwwitje, voor dood, op het pad. Ze brengen haar gelijk naar binnen, maar Sneeuwwitje ademt niet meer. Ach, de dwergen zijn diep en diep bedroefd. Van glas
maken ze een kistje waar ze Sneeuwwitje in leggen. En voor het huis staat de kist en alle dieren uit het bos komen langs. Allemaal buigen ze het hoofd en loopt er een klein traantje over hun wangen. Een prins, die toevallig door het bos rijdt, verwondert zich over de stilte. Normaal hoor je vogels, hoor je wat konijntjes, zie je soms een ree lopen. Maar zolang hij in het bos is, is er niets. Geen enkele vogel te horen of te zien en geen enkel dier. Dit bos moet betoverd zijn, denkt hij. Maar dan ineens ziet hij ze. Op de open plek bij de dwergen. Daar staan al de dieren. Wat is dat daar in het midden? Is dat een kist? De prins stuurt zijn paard er naartoe, stapt af en vraagt aan de dwergen wat er is gebeurd. De dwergen vertellen het verhaal zoals Sneeuwwitje bij hun is gekomen en hoe ze haar hebben gevonden. De prins is op slag smoorverliefd geworden. Ach. Maar als ze dood is, mag ik haar dan misschien toch eenmaal in het gezicht kijken? Ja, dat kan geen kwaad. Ze maken het kistje open. En als de prins Sneeuwwitje aankijkt, kan hij eigenlijk niks anders dan haar zoenen. En terwijl hij haar zoent, schiet het stukje appel uit haar keel. Begint Sneeuwwitje te hoesten en ze is weer levend. Alle dieren uit het bos zijn dolgelukkig. De dwergen maken een rondedansje rondom de prins en Sneeuwwitje. En Sneeuwwitje ziet de prins en is ook gelijk smoorverliefd op hem. Nou ja, je snapt het al. De prins neemt Sneeuwwitje mee naar zijn kasteel. Ze trouwen. En ze leefde nog lang en gelukkig. Oh, en de koningin? Nou, die stond voor de spiegel. En vroeg daar weer, spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is het mooiste van het land? En de spiegel antwoordde, majesteit, u bent heel mooi, maar Sneeuwwitje, de jonge koningin is nog veel mooier. En toen ze dat hoorde, werd ze zo kwaad. Ze is ontploft van woede. En niemand heeft ooit meer wat van haar gehoord.